Langdurige fixatie zonder hard te worden. Oh, dan moet je hem niet op je pik smeren. Ja, doe even mee. Hey! We zijn al klaar. Oh. We zijn al klaar. Welkom bij een nieuwe video van Dagelijks AD. Mijn naam is Milan Knol en dit is Link Tijger, Don Gemeneer en... Jeremy Tijger. Jeremy Tijger Vriezer. Heb je al een half uur nominees? Oké! Vandaag hebben we weer een nieuwe mystery bonksie. Ben je boos? Hè? Moet je even mailen. Ja, mail even. Moeten we hem nog openmaken? Wil je dat doen? Ja. Pak maar even dat krukje. Oh, we hebben geen mes. Nee. Ik hou wel tegen. Wacht even, straks is het heel duur! Je weet het niet! Hey, weet je hoeveel ik hiervoor heb betaald? Stop! Wacht. Veel dan? Oké, wacht. Dat staat wel in de titel. Ja, dat staat in de titel. Weet je, kijk, oké, wat ik heb gedaan. Jullie vinden Mystery Box heel leuk. En stop, wacht nou even, joh! Klaar! Jeremy, stop! Oh, kan iemand alsjeblieft een mes halen? God. Ja, dan gaat hij daarmee aan de hand. Dat wil ik ook niet. Ja, dat is waar. Stop trouwens even wat met voor de camera lopen. Wat doe je nou? Leg het schaap naar je. Stop! What the fuck? Stop! Hallo! Yeah! Haal dat schaap nou weg. Hey, top trouwens je laag. Oh, waarom sloop je er alle Ik wil het best zo. Dat ding. Hoe kan dat? Wat heb ik hier nou? Je hebt ook een schaar gepakt. Die heb je niet meer nodig. Oké. Nee, Link komt in trending. Ik wil naast Link. Ja, maar hij komt alleen maar door trending door jouw broer. Oh ja. Ben je er klaar voor? Papier! Ja, oh shit! Oh, papier! Bubbelwrap. We hebben papier gekregen. Kijk, een heel testament. Paragraaf 1. De rijken hadden in ons land niks te zoeken. Dus doe eens even maar. Oké, dan ga je naar paragraaf 8. Paragraaf 8. Het schaap in de gang. Hé. Hey. Ja, ik heb gewoon een schaap. Einde. Nou, top. Heel mooi, heel mooi. Hé, hey, wat zou je hierin zitten? Ja, daar mogen we achterkomen nu. Dat heet de Mystery Box. Oké. Okay. Holy shit! Oh my god! Die wordt weg! Oh my god! Hou weg, kudding! Ja, wacht hier. Doe eens! Kijk eens! Doe eens wat! Kijk hoe vet! Wow. Oh, maar wat is die dit? Die is zo cool! Ik heb een kralenpik. Hoezo maak je daar nou weer druk op? Kijk hoe mooi de merch erop komt. Tot www.dagelijksad.nl. Wow. Kijk ze van dichtbij. Kijk. Zie je de microfoon wat? Jongens, er zit wel een instruction bij. Oh, keep away from small children. Van de buiten. Nice. Hij is wel heel kan je niet zien op camera, denk ik. Very, very. Het gaat erom dat het er ligt. Hij hangt er wel hoor. Hij hangt er. Ja. Wat leuk! Nou, dat was cadeau 1. Keep away from small children. Ik vind de babies leuker. Ja. Keep away from babies. Een nieuw testament! Zijn tweede. Jongens, dit was het. Wat? Waar is de brief? Nee, echt. Hallo? Heb je niet de verkeerde doos gepakt? Nee. Echt waar? Ja, maar jawel, we hadden een testament, dat was de brief. 100 euro voor een paar kraaltjes. Ja, nu is die ineens kut, handen af. Ja, handen af. Ja, en stuur me door naar opgelicht. Zit er niks achter of zo? Ja, zit er niet nog... Er een 100 euro briefje achter. Ja, ja, wacht, ik ga hem openmaken. Binnen het kraslot. Nou niet, hier. Nee, doe nog niet. Zo zonde. Nee, want... Hoezo, we kunnen hem toch gewoon weer dicht doen? Nee, dat lukt echt niet hoor. Kun jij kralen? Nee, die kralen zitten vast. Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik ook niet. Zullen we anders gewoon nog een mystery box erbij pakken? Dan maken we wel 300 euro. Of zullen we dit gewoon als video doen? Nou, ik zie hier al een hoekje. Kijken. Zit het vast? Ja. Ik weet niet hoeveel ik hiervoor heb betaald, eerlijk gezegd. Nou, dat was leuk. Voor 100 euro. Nog één. Oh, wacht, er zit een brief. Oh, brief. Ik heb hem. Ik heb de brief gevonden. Hij zat tussen het afval. Oh. Hey, Pascal, je knal.
quiz. Jeremy. Ja. Kun je even lezen wat hier staat? Er staat een warning op. Natuurlijk. Linksboven. Ja, tuurlijk. To avoid danger from suffragation, keep these bugs away from babies. Nou, we hebben een brief. Don, aangezien jij een mooie stem hebt en wij een koekoesklem lid erbij hebben. Niet doen! Nooit zakken over je hoofd doen, jongens. Nooit zakken over je hoofd. Ja, dat was ik net voor. Waarom doen jullie dat? Nee, van de babies. Keep away from the babies. Nou, nou moet je ophouden, hoor. Oh, dat is mooi geschreven, dit. Hoi, Milan, je... Kan niet. Dat is vast. Ja, oh, nee. Dit is geen knutsel video, hè? Was dat het? Oh, ja? Ja, kan ie? Ja. Ja? Oké. Okay. Ja. Hoi Milan, jer Link en Don. Dit is een kralenkunstwerk that you must keep away from the babies. Zal dat echt? Ja? Nee, nee. Ten eerste wil ik zeggen dat jullie echt hele leuke YouTubers zijn en ik kijk altijd met veel plezier naar jullie video's. Dagelijks AD is echt een goed kanaal. Ik wilde graag iets maken voor de 1 miljoen abonnees, alleen dat is al best lang geleden. Dus zie het maar als een heel erg verlaat cadeau. Dubbele punt P. Dubbele punt P. Dat is een smiley. Mm. Oude mensen zeggen dubbele punt P, anderen zeggen smiley face met een tong. Ik hoop dat jullie het leuk vinden, want ik heb er best lang aan gewerkt. Ga zo door, boys. Jullie zijn geweldig. Groetjes van Cheyenne. At Milan Fangirl. Oh, dit is helemaal geen mystery box. Nee. Dit is een fan ding. Ja, dus voor ons was het een mystery box. Ja, voor mij was het een fan box. Box. Ja. Nou, dan pakken we nu de echte mystery box erbij. Oké. Okay. Ja. Of wil je nog even knutselen? Nou, ik wil... Ga, pak maar. Ik moet even wat maken. Don, je bent echt grappig. Kijk maar. Haha. Haha. Oh, ik snap hem. Ik pak wel een beetje. Dankjewel Link, we hebben de mystery box. Hey. Hij is wel leuk aangekleed. Hij is heel leuk aangekleed met vraagtekentjes. Mag ik hem openmaken? Ja. Jij hebt de schaar, dus je moet wel. Oh, dit gaat zo fout. Ik heb hem hier, Jeremy. Je hebt een schaar in je hand. Ja. Ik weet, wat, zit er iets in? Ja, ja, natuurlijk. What the fuck? Het hart zit hier. Ja, doe maar niet. Oké. Okay. Dat is zonde. Ja, maar jullie doen wel saai. Doe maar hiermee. Dat lijkt mij wel met geven en nemen. Ik ben groen. Nou, laat Link nou maar voorlezen. Oh, dat is echt een heel goed idee. Want dat jij is... hebt hem uitgepakt, Jeremy. Eerlijk verdelen! Jij pakt hem uit, hij leest hem dan voor. Don pakt dan het eerste cadeau en daarna ik. We moeten eerlijk zijn, Jeremy. Beste Milan, bedankt voor je aankoop bij mij. Ik kijk al super lang je video's en ik hoop dat ik op basis daarvan leuke items voor je heb kunnen kopen. Dit zijn geen nutteloze spullen zoals Nelleke. Yes, fuck Nelleke! Nelleke, als je dit kijkt, bedab op je grap. Kelly Bakker en Louise Verschooi. Verschooi? Verschooi. 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 Dat is toch een U? Nee, dat is dicht. Maar kijk iedereen jouw video's waarvan jij mystery boxen koopt? Weet ik niet. Ja. Het is heel toevallig, hè? Ja, maar het is oprecht. Het is echt eBay. Het is gewoon dat ze dat zien bij mij, denk ik. En ze willen mijn adres of zo. Wie wil een cadeautje? Don. Don. Noord, alsjeblieft, doe een koop wat leuks. De waarde van 10 euro! Een 10 euro winkel. Doe er wat leuk mee! Hoeveel euro mystery box is dit? Weet ik niet. Oh. Nou, we zitten nu in ieder geval al op 10. Tenminste, even nachecken of ze niet liegt. Ja, 10 euro. Deze is nice. Voor Milan. Voor je? Voor je vettige haar. Je hebt wel een vettig chips. Je hebt wel een vettig haar. Milan. Nou, pak maar uit. Ik ben benieuwd wat het is in deze vorm. Nou, het is. Garnier vruchtenstijl hard. Gebruik hem even. Ik weet niet wat het is. Shampoo? Ja, gel extreme. Hard as rock. Oh, dit ruikt lekker. O ja, dat ruikt inderdaad lekker. Ja, wil je ook ruiken? Kut. Trucje is gevallen. Het ruikt naar middelbare school. Ja. Wil jij mijn haar doen, Don? Wil ik jouw haar doen? Nee, 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 even goed.
Wil jij mijn haar doen, Lon? Oké. Okay. We pakken een goede vinger. Oh, hoezo ga je haar vingeren? Nee, dit is een bepaalde methode, heb ik geleerd bij de kappers. Daarom zie je er zo uit. Ja. Oh, ik ben serieus. Ja, kan niet? Ja. Oké. Okay. Dat is zo, je begint voor en dan wrijf je hem zo met één vinger zo door naar achter. En dan ga je andere haren erin, of handen erin verwerken. Want het is hard as rock. So you must look like a punk rocker. Like the rock. And now you are a punk rocker. Holy shit, dat is vet. Ja? Ja. Nu kan je ook bij de kippetjes in het hok. Nee, wacht. Dit is beter. Zo. Nu zie je eruit als een single vrouw van 45. Hi. Mijn naam is Milan Knol. En zoek jij ook een date? Bel dan. 0903. Wow. Oh, dus jij doet zo. Ik ga gelijk voor de tong, hoor. Ja, ik niet. Link krijgt een cadeau. Link, ja. Oh, nu hoef je het niet online te spelen. Ja, laat even zien. Laat even zien. Weet je niet hoe dat werkt met camera's? Hallo, ik kan toch zo niet voorlezen? Ja, maar zo hoeft het ook weer niet. Het is ook weer overdreven, dit. Nee, maar het is ook nooit goed, hè? Ik maak hem gewoon open nu. Oh, zo doen toch al die bekende vloggers dat. Nou. Met heel productieteam. Hey, wat zal erin zitten, jongens? Hebben jullie al een gok? Ik denk 1 miljoen euro brood. Kaarten. Uno! Oh, mag ik die kaarten verstoppen? Ja, ga maar. Nee. Ga maar hier. Nee. Ga maar. Veel plezier. Nee, nee. Nee, maar hij moet een pakketje of een ding. Ja, nee, maar jullie vinden dat zo leuk om te doen. Kun je niet even wachten ermee? Nee. Jeremy Kapp. Ik heb laatst weer van die kaarten gevonden. Onder me in mijn cactus. Plantenbak. Ze hebben wat water aan het geven. Nee, maar ik was het aan het opruimen. Oh. Hey, ik heb een cadeautje voor Milan. Hier, jullie behandelen mij echt. Keep it away from the Jeremy! Hey, wat is dit? Niet eetbaar slagroom is dit. Dit is Nivea Man Styling Cream. Oh, dat is beter dan de Hard as Rock Gel. Maar waarom allemaal deze goedkope rommel? Oh, langdurige fixatie zonder hard te worden. Oh, dan moet je hem niet op je pik smeren. Mag ik mijn pet op? Ja, maar. Ja, ja, doe maar op. Je hebt een idee. Ja, ik heb een idee. Wat vettig haar. Met hard rock. Oh my god. Braaf. Hey jongens, ik heb nog twee cadeautjes over. Was dat het? Nou, we hebben er nog twee. Voor zweterige oksels. Hé, hey, wat zou erin zitten? Nou, ben benieuwd. Het is Rituals. Waar elk vrouw van gaat gutsen. Ja. Dus echt super origineel mystery box. Samurai, cool deo. Cool man. Cool. Maar deze twee meisjes hebben gewoon dus eigenlijk die aflevering van mystery box gezien. En gewoon alles nagedaan. En gewoon gedacht van, hey, die andere mystery box had ook deo. Maar wij ook. Hey, Anne Missbox had ook gel. Maar wij nu ook. Wow. Hun overtreffen wel door twee gels te geven. Ik vind het een beetje too much. Spijt. Oh, dit is helemaal niet lekker. Nee, wel spijt het dan nog meer. Nou, bedankt voor deze vieze deodorant. Nee, Jen had het toch een. Je had er nog één. Ja. Huh? Waar had ik hier? Oh, ik... What the fuck? Nu kan je na je IQ parodies luisteren. Nu kan je naar je eigen parodies luisteren. Eiken. Ja, want dat kon je nog niet. Nu, Eiken. Is dat voor mij? Of is dat... Ik denk dat die voor mij is. Maar ik heb hem nu gekregen, dus ik ga hem nu openmaken. Maak hem open. Het zijn oordopjes. Het zijn oordopjes. Jee. Het zijn oordopjes. Niet je geld aan uitgegeven,
Je zei nog dat je oorlopjes nodig had, toch? Helemaal niet, ik heb drie paar van deze dingen. Nee, dat zei je. Dat zei je. Dus hartstikke bedankt voor het geplaatste, goed geconstrueerde, mechaniek, sympathiek. Je moet echt even een keer je mond houden doen, want je praat. Hoe heet deze wijven? Oh, dat is niet Kelly zo ondankbaar. Ondankbaar? Hoezo ondankbaar? Het zijn luister vrouwen. Ik heb dit gekocht. Ja, inderdaad, jij hebt dit gekocht. Ja, ja dus hoe cool, dan mag ik ondankbaar zijn. Je hebt Uno gekregen die ik dadelijk ga verstoppen. Hoe blij ben je? Jeremy, content. Ik ga dan zeg maar kaarten door mijn hele huis verstoppen. Dus bedankt, Kelly en Louise. Louis. Wel goed cadeau. Ik heb wel geteld €79,50 betaald. Nou, dit is 10. 7? 4. 8 euro. 8 euro. 10. Nou, laten we zeggen 45 euro, maximaal 50 euro. Nou. Wat moi. Nou. 50 euro, terwijl ik 80 euro heb betaald en het is niet eens leuk. Winstmarge, hè? Kelly en Lois, fuck jullie! Dankjewel voor de Uno. Ja, maar jullie zijn blij omdat jullie niks hebben uitgegeven. Ja, wij hebben dit kost mij gewoon zuurverdiende centen. Ja, dus wij zijn drie man zijn blij. Ja, eentje is minder blij. Ja, maar dus het zullen we hebben dat ze wat increases. Happiness. Ik ben nog blijer met dit. Gadverdamme! Hoezo is dit nog nat, bro? Wat? Nee, dat is... Het verhardingsprocedure. Ook van formules. Oh, roept hij iets meer aan dit. Nee, oh, hij zakt al naar beneden. Oh, nee! Wat ben je dan aan het doen? Nee, hij zit nu voor zijn pik. Ja, die zit goed daar, kijk in. Voor zijn pik. Hoezo is dat goed? Of mijn haar stinkt of het spul stinkt? Ja. Zij je haar. Die was heel perfect. Wat heeft kool met deze pik of kool? Pik of ik professionele video maken. Poep of kont, jongens. Er helemaal stuk gaan. Sluit me af. Ik ga zelf poepen nu. Ik heb er geen zin meer in. Oh, hier zit. Ja, maar dan weet ik nog steeds niet wat je rook. Ja, cactus. Cactus. Ik heb wel een poepje te laten. Oh, mijn god. Ik ruik het van, jezus. Poep of kom op. Die één. Oh. Hey, we kunnen dit ook gewoon hier zo neer laten zetten. Dan zijn we nog steeds tussen bier op de bank. Ja. Nou jongens, als je video wilt zien, dit is de afsluiting. Ja, hier. Wil je de video zien? Klik dan links van ons. En anderen ook abonneren. Bijna 2 miljoen. Doei!